De werkzaamheden om de Kanawaima, die de route tussen Suriname en Guyana onderhoudt, in bedrijf te krijgen, zijn in volle gang. De boot zal ruim 4 maanden uit de vaart voor een technisch onderhoud. De afspraak tussen beide landen was dat de Kanawaima rond deze periode weer zou worden ingezet. Hanisha Jairam van de Kanawaima Ferry Services geeft meer informatie. Nou, ik mag dat hiervan zeggen dat we al operationeel zijn vanaf 26 september, zoals de afspraken zijn gemaakt in Guyana. We waren aanvankelijk ook afgestemd met Guyana dat we per 16 oktober met MS Kanawaima zouden varen, omdat die dus dan gedurende de periode dat wij met MB Sandaka hebben gevaren, die in de reparatie dokter zou zijn. Helaas zijn de werkzaamheden nog niet afgerond, waardoor we die target van 16 oktober niet hebben gehaald. De redenen zijn heel duidelijk. In Nederland is er een reguliere controle, douanecontrole geweest. Voor wat betreft de zaken die niet onze zaken, maar gewoon een algemene reguliere controle op de haven in Nederland, waardoor onze onderdelen ook niet verscheept zijn volgens het schema dat wij hadden. Het komt nu 29 oktober in Suriname aan. En wanneer de onderdelen hier zijn, rekenen we een week, anderhalf week. Dus we verwachten dan zeg maar midden november met onze boot te varen. Maar tot nu toe zijn we dus dan operationeel met MB Sandaka. De andere werkzaamheden zijn zo goed als af. Er moet nog een schilderbeurt krijgen. We hadden eigenlijk gedacht als we de onderdelen al hebben geassembleerd, dan een algehele schilderbeurt te geven om hem helemaal refreshed eruit te laten zien. Maar ik denk dat wij dus nu al aanvang zullen maken met de laatste schilderbeurt. Er zijn wel wat primerlagen en zo al. Er zijn wat herstelwerkzaamheden, laswerkzaamheden verricht. Dus we gaan nu over tot het schilderen en dan wachten we op de onderdelen. Nou, passagiers wel, maar er zijn wat restricties wat betreft vrachtwagens. Je hebt een maximale hoogte van 3 meter en breedte van 2,70. Dus als men de truckhouders rekening houden met deze restricties, dan kunnen ze vrijelijk bewegen op de boot.